Schijm hebben overigens ook wel degelijk te maken met lange termijn problemen die geen kattenpis zijn en demografische problemen. Vergrijzing op enorme schaal als gevolg van die op zichzelf misschien toen begrijpelijke, maar achteraf ook toch eh, negatieve effecten hebben in één kindpolitiek. Je mag daar nu net zoveel kinderen krijgen als je wil, maar nu hebben ze afgeleerd om kinderen te krijgen, ze weten helemaal niet meer hoe dat gaat. Dus dan moeten er eerst boeken verspreid worden hoe je dat precies moet doen. Het ja. verhaal kunt u mij horen? Heb je deze week weer leuke dingen in het land gedaan? Heb ik deze week. Nee, nee, volgens mij niet. Want het mag weer toch? Je mag ja. weer. Ja, maar ik had volgens mij niks. Volgende week Gouda, de schouwburg in Gouda. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is meestal een goed gevulde schouwburg, maar dat kan nog steeds niet toch? We hebben nog steeds de anderhalve meter regel. Ja. Daar moeten we nu wel een beetje van af, is mijn indruk. Ja. Hebben we 15 februari is weer zo'n weegmoment. Dan gaan ze weer eventjes kijken wat. Uh... Ja, maar ik begrijp dat op de IC's nog steeds geen, geen uh, paniekerige verschijnselen zichtbaar zijn. Dus, nou, wie weet. Het is ook duidelijk dat onze minister van Volksgezondheid uh, iets minder radicale standpunten heeft gekregen sinds die minister is geworden. Dat valt, valt me wel op. Dat hij iets, iets subdues heeft gekregen om het even op zijn Engels te zeggen. Moet ik ook mee uitkijken dat je voortdurend van die Engelse termen gaat gebruiken. Dus wie weet, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik schat toch dat we op het termijn, als het zo blijft gaan. Op een termijn van, van een paar maanden zouden we er vanaf moeten zijn, dat ik, lijkt mij. Ik vind nog wel interessant. De, de nachtclubs hebben ook gezegd van wij gaan weer open. Want uh, we, we zijn het zat. Het heeft lang genoeg geduurd en het kan veilig allemaal. Dus volgens mij vanaf komend weekend gaat dat weer gebeuren. Ja, ik moet zeggen dat, dat als ik zelf er iets over te besluiten had, zou dat ook de laatste vorm van vermaak zijn die ik zou openstellen. Aangezien er gesopen wordt. Maar met name de musea, die, die zijn wel erg hard getroffen. Hè. Maar zijn die nog steeds dicht nu? Nee, die zijn dus wel open, maar ik geloof wel gecontroleerd. Maar die zijn wel heel lang dicht geweest. Dat was nergens voor nodig, echt. Dat was heel redelijk geregeld. Ik vond ook. De, hebben we hebben even een heel korte tijd gehad dat alles kon, weet je wel. Dat, dat de plotseling alles afgeschaft was vanaf september of zo. Tot, wat was het, begin november, eind november. Ik vond dat in de schouwburgen met name al keurig gecontroleerd werd. Je moest steeds. Begon je later omdat er zoveel ja. gecontroleerd werd. Wel veel mensen zijn uit de branche en zijn andere banen gaan, uh, gaan zoeken. Ja, daar kan ik me eens bij voorstellen. Dat je natuurlijk na een jaar of twee heb je er wel gezien. Dat je denkt, ja, hoe, die, hoe lang gaat dit duren? Nou, oké. Okay. Maar heb ik deze week nog iets lolligs gedaan? Nou, als het zo is, dan ben ik het vergeten. Dat is niet ja. zo best natuurlijk. Ja, de winterspelen zijn ook begonnen. <laughs> Echt waar? Ja. de lege winterspelen zijn begonnen. Ik heb daar helemaal niks van gezien. Nou, ik heb er wel wat van gezien, namelijk dat, hoe heet het, Poetin was in slaap gevallen toen de Oekraïnse delegatie binnenkwam. Dat ben je niet? Ja, hij werd direct wakker toen het klaar was met de Oekraïnse Oh, dat is wel delegatie. heel toevallig, ja. 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 Het is wel een verbijsterende soort van kinderachtigheid, waar je echt niet van terug hebt. Nee. Ja, ja ik moet, ik, ik, ook als ik, als ik dan die, die, die Xi Jinping samen met Poetin zie, dat je ook denkt, god, alle nog aan toe. Hoe is het mogelijk dat twee zulke boeven, niet waar dit, deze enorme landmassa door kunnen domineren, China plus. Dat enorme land. Eh, de voormalige Sovjet-Unie, de huidige Russische Republiek. Ik heb het al eerder uitgelegd. Het land is gewoon veel te groot, het is niet te runnen, zou het beter op kunnen knippen, naar mijn idee. Maar goed, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ja, het, het, het ik, als ik ze wel samen zie, dan stuit het me tegen de borst. Ja. Hoe, kom, hoe dat komt dat? Jamie, nee, weer hetzelfde liedje. Ja. Zet hem even uit. Dat komt omdat oh. ik jou net nog even rebeld Oh heb. ja. Uh. We gaan hem uitzetten. Je kunt hem ook op stil zetten. Tenzij het heel dringend is, hè? dan moet je echt opnemen. Nee, nee, nee joh. Dat is helemaal niet dringend. Ik heb helemaal in dringende gesprekken. Hoop ik. Wat zijn eigenlijk de plannen van uh, Poetin en uh, Xi Jinping? Want uh, de, er zijn natuurlijk ook deskundigen die zeggen: ze trekken steeds nauwer met elkaar uh, op. Ja, en... Dat zou ik niet. Ze zijn nu de allerbeste vrienden. Wacht even, je moet even de microfoon pakken, anders kunnen we niet horen wat, je, ja. wat voor interessant je allemaal zegt. Ze ja. zijn nu de allerbeste vrienden, geloof ik. Omdat Poetin natuurlijk onder druk staat en dat ze vergelijkbare problemen. Hoe kan dat nou? Ja, heb je het wel uitgezet? Waar druk je op als je hem uitzet? Je ziet, aan de zijkant van de telefoon zit zo'n knopje. Hè? Ja, daar, kun... daar heb ik nu op gedrukt. En dan, dan kun je, je hem, had hem helemaal uitzetten. Net, heb ik dat net niet goed gedaan. En de flight modus kun je ook aanzetten. Je ik eens... heb ook niet zo'n klote hoesje. Het, ik vind dat wel veel enig zonder onderhoesje. Dit, dit bedoel je. Nee, ik heb er zit wel iets omheen van als die valt, dat die dan niet kapot oh. valt. Maar zit niet zo, jij hebt zo'n klephoesje, zeg maar. Ja, maar alle oude mensen hebben zo'n klephoesje. Hè? Oh ja. Ja, ik denk dat alle luisteraars die ouders hebben, die zeggen ja, mijn ouders hebben ook zo'n, want daar kunnen ze heel handig hun pinpasjes in doen. Had ik dat hoesje eraf gehaald, laat ik dat ding in mijn handen vallen in het park. En dan zit er een lelijke barst in. Dus dan heb ik het er weer opgezet. gezet. Ja, maar bij deze case, die er omheen zit, dan ja. valt die. Maar dan, de, en ook als die zo valt, is deze rand te dikker dat het die op het scherm ja. valt. Ja. Het zijn op zichzelf wel elegante apparaatjes. Maar, uh, ja, ik heb dus dat, ik vind dit zo'n Akelig, ellendig, burgerlijk ding daar omheen. Het past ook net niet goed. Moet dat bestellen toch even nieuw op Amazon? Het kostte nog 40 euro, zoiets dus dergelijks. Ja, ze zijn wel vrij prijzig. Belachelijk. Toch? Ja, dat klopt. Belachelijk. Ja. Dus ja, ik moet iets verzinnen. Eigenlijk, vroeger had je zo'n vestzakkeloos. Dat hing aan een kettingtje. Oh, ja. En dan, dan had dat, dat zat met zo'n dingetje vast in het vest van de drager. En, en ja, nou ben ik niet om een vest te gaan dragen, maar... Waarom zijn er geen telefoons met een kettingje eraan? Die zijn er wel, ja? Bij events zag ik een keer van die dames, die hadden inderdaad zo'n koord eromheen hangen. Dat was heel ah, handig. Moet, je moet bescheiden zijn, moet niet, niet, het moet geen, weer niet een statement worden of dat zo, Maar dus dat je, of, je hebt ook van die, van die mensen met zo'n bril aan een touwtje. Zo'n telefoon aan een touwtje, zoiets. Ja, dat is dat dus. En dat het ook losgemaakt, gemakkelijk los kan worden haakt en weer vast kan worden. Ja. Moet even op, even zoeken op internet. Dat is vast te vinden. Dat is een soort van handtas als telefoon. Ja. Die dan zo aan je zij hangt. Nee, dat weet ik ook niet. Dat je zo aan je aan de aan broekriem. Dat, dat Oh, dat zijn ook mensen hier. Ja, hè? vreselijk met zo'n sleutelbos. Dat moeten we absoluut tot elke prijs ja. vermijden. Ken mij mijn sleutel bij me. Big F. Uh, we hebben dus even weer focus. We gaan weer naar uh, Poetin en Focus. Ja van Poetin en Xi Jinping. Ja, dat is, een, dat is helemaal geen officiële uh, alliantie, overigens. We gaan nu samen militair oefenen. Uh, de ongelijkheid tussen de twee partners is natuurlijk van immense afmetingen. Uh, China is ook een heel groot land, maar niet zo idioot groot als de Russische Republiek. Maar uh, China is een enorm succesvol land op het gebied van, uh, van economische ontwikkeling. En bovendien zijn er 1300 miljoen Chinezen en de bevolking van Rusland is denk ik 10% van de Chinese bevolking. Plus dat feit dat de economie niet goed draait. Dus nogmaals, het is wel, het is wel een dunne muis met een olifant. Hè? Wat zei hij ook alweer eh, over die brug, hè? niet zo stamp of zo. Nou goed, eh, nee, dus in die zin denk ik dat, dat een zekere mate van wantrouwen altijd tussen die beide partners zal bestaan. Zo was het in het verleden ook net zo. Ja, aanvankelijk zei Mao en Stalin konden geweldig met elkaar opschieten, maar al heel snel hè, ontspoorde dat. Nou ja, bleek toch wantrouwen een, een enorm belangrijke factor te zijn. En ik denk ook dat het, als we het al over geopolitiek hebben, dat ook de geopolitieke belangen van die beide naties bepaald niet sporen. Omdat natuurlijk het groot deel van, laten we zeggen, de, de oostelijke, oostelijke Russische Republiek, ja, dat is in feite een soort niemandsland. Misschien dat de Chinezen wel de neiging hebben om daar jaloers naar te kijken. Zo van, nou, dat is wel een heel interessant expansiegebied. Maar ze hebben natuurlijk allebei een probleem, namelijk de Oekraïne voor, eh, hoe heet die, voor eh, Poetin en, en Taiwan voor China. Waarbij ik in allebei de gevallen zou willen zeggen, waarom willen die twee landen, de Oekraïne en Taiwan, niet bij dat grotere land horen? Ja, dat is wel vrij begrijpelijk, omdat die grotere landen ongelooflijke repressieve klote systemen zijn. En natuurlijk heb je daar geen zin in als je zelf een. Oekraïne is overigens ook een heel corrupt land en van democratie, dat is ook allemaal twijfelachtig. Maar zeker op Taiwan, nadat die nationalisten daar in feite de zaken uiteindelijk gedemocratiseerd hebben, is dat een goed draaiend land. He, met, een, met een zeer moderne economie en de grootste chipproducent ter wereld. Een van de redenen dat de Amerikanen zich daar ook zorgen over maken. is dat die grootste chipfabrikant ter wereld. die staat op Taiwan. He, hoe heet dat ding ook weer? TMF of zoiets dergelijks. Een fameuze, fameus bedrijf. wat ook heel geweldig geïnvesteerd heeft in nieuwe spullen. en die nieuwe machines van ASML en zo. He. Ja, dus waarom wil Taiwan niet. Je hoeft maar naar Hongkong te kijken en dan weet je wat je te wachten staat. He? Dat je overal beloerd wordt door, door, door dat halfgare systeem wat ze daar bedacht hebben. He? Dat iedereen beloerd wordt en voortdurend punten moet scoren om goed zijn best te doen. He? Het lijkt wel die stempels die je op de lagere school kreeg, vroeger. Een Stempeltje van de of van, van Xi Jinping. Nee. Dus net zo goed als, als Rusland een goed draaiend, democratisch, economisch vitaal land zou zijn. dan kan je een prima relatie onderhouden met, met de Oekraïne. Ja, want dat is de paradox van het hele optreden van Poetin. Dat zijn eigen optreden ertoe leidt dat het laatste wat de Oekraïne wil. is wel bij dat godvergeten klote land horen. Ja, heel begrijpelijk toch? Hmm. Waarom wil China eigenlijk... Trouwens, die... Poetin is 69. Hij ziet er wel vrij vitaal uit. Dus. Ja, maar die dingen kan ik zien. Als, als ik naar Biden kijk, kijk, kan ik nog een paar jaar vooruit. Ja, Biden is een jaar ouder dan ik. Dus dat scheelt tien jaar. Ja, toch. Tee willen hij leven niet, hè? wil ik maar zeggen. Dus... Hij vast stress. Dus ja. Wat is de, de visie van China achter al die, die Hongkong, snap ik. Hè? Dus een economische ook grootmacht op zichzelf. Stand. Waarom willen ze die allemaal erbij hebben? Ja, zij zeggen dat, wat op zichzelf juist is, dat Taiwan traditioneel een onderdeel was van China. Eh, het Rijk van het Midden. Eh, en dat dat eigenlijk opgehouden is omdat dat eh, door de Japanners is veroverd. Ten tijde van de Japanse geopolitieke ambities ten aanzien van China. En dat dat natuurlijk eh, in, eh, wanneer was dat, 1949, zijn de nationalisten, nou ja, daar is natuurlijk in China een langdurige bloedige burgeroorlog uitgevochten, die is door de communisten gewonnen. Toen zijn de nationalisten, toen nog onder leiding van Chiang Kai-shek, naar Taiwan gevlucht. Waar zij ook overigens een nogal repressieve dictatuur hebben gevestigd. Een nationalistische dictatuur. En zij beweerden dat zij de enige vertegenwoordigers van China waren. Maar ondertussen was natuurlijk op het vasteland van China de macht door de communisten overgenomen. Dat is, daarom had nationalistisch China, dus het eilandje Taiwan, zo groot is het niet, dus heel veel groter. Dan Nederland, als ik me het uit mijn hoofd doe. Uh, ja, dat had een zetel in de, in, de, in de Veiligheidsraad, wat natuurlijk nergens op sloeg. Het is net alsof je Tesla een zetel in de Veiligheidsraad uh, toebedeelt. Uh, dat is veranderd uh, toen uh, die contacten zijn verbeterd tussen China en het communistische China en de Verenigde Staten. Dus toen is Taiwan gewipt als, uh, als lid van de Veiligheidsraad en communistische China is dat volkomen terecht natuurlijk ook geworden. Maar ja, dat, dat Taiwan geen zin heeft om door China opgeslokt te worden. Wat Xi Jinping precies beweegt, niet waar om, om, die, om ten eerste zichzelf dus uit te roepen tot min of meer eeuwige heerser van, van China. He, want hij zei, ik geloof volgend jaar of zo, over twee jaar moet hij verlengd worden. Nou, het is duidelijk dat hij eeuwig blijven zitten tot hij doodgaat, wat naar mijn idee ongelooflijk onverstandig is. Ze hadden hele slechte ervaringen met Mao toen en dan gebeurt het. Er was een redelijk schema van opvolging gecreëerd en krijg je deze figuur die daar in feite mee breekt. Maar wat is het gevaar voor het land als dat gebeurt? Uh, gebrek aan flexibiliteit, gebrek aan openheid, gebrek aan kritiek op dingen die misschien niet zo goed werken. Maar dat is nu ook al zo. Uh, kinderachtigheden in Hongkong, wat nergens goed voor was. Uh, naar mijn idee Kijk, als zij daadwerkelijk tot de absolute top van, van de industriële wereld willen gaan behoren. en ook, ook navernante producten willen afleveren. dan ben ik bang, en misschien dat dat mijn eenzijdige analyse is. dat je daar gewoon een beetje een soort een beetje rommelige samenleving voor moet hebben. Namelijk een samenleving waar, waar toch voortdurend vernieuwende impulsen zijn. He, die zijn er in China niet, want daar moet alles voor zitten. Xi Jinping thought. Maar is dat zo? Ik hoor toch heel veel marketeers en mensen die hier bij bedrijven werken, die zeggen allemaal oh, wij kijken naar China, want die zijn een stap verder. Nou, daar geloof ik geen flikker van. <laughs> nee? Nee. Dat hebben ze bijvoorbeeld overigens... Niet voor niks willen ze die machines van ASML hebben. Nou, hebben de Amerikanen dat verboden, dus dat zal gelopen. Niet nou, ja, oké, heb je een punt, maar dat is een heel specialistisch iets. Wat wel belangrijk is, maar is heel specialistisch. Maar alles wat heel belangrijk is, is ook heel specialistisch, kan ik je verzekeren. Ik weet niet of hun auto's, op, 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 laten we zeggen, kwalitatief al op het Japanse niveau staan. Japan zelf is ook niet een schoolvoorbeeld van openheid en, en dat soort van dingen. Maar wat dat betreft, geloof ik. Ik geloof erg dat het een land wat zucht onder Xi Jinping denken dat dat een remmende factor zal zijn. Ja. Stel voor dat wij ongelukkigerwijs voortdurend Rutte denken. Hè? Dat wie hier zit en zeggen, is het wel in overeenstemming met, met Rutte denken? Hè? Ik weet het Nou, We hebben al veel te veel last gehad van Rutte denken in dit land. Hè? Al die slijtage in dat, in dat overheidsapparaat, die dus min of meer georganiseerd is, door de kabinetten van de afgelopen twintig jaar. En op zich wel interessant wat er dan gaat gebeuren de komende jaren. Want de ambitie van China zal niet veranderen. Ze willen de grootste zijn in de wereld, wat een bepaald gebied ook wel zijn. Ja, natuurlijk zijn ze dat. Het is een, laten we zeggen, een sterk ontwikkelde economie met 1300 miljoen leden, moet je dat zeggen. Dat gaat de volse met die leider en zijn visie. Ja, en we hebben overigens ook wel degelijk te maken met lange termijn problemen die geen kattenpis zijn. En demografische problemen. Vergrijzing op enorme schaal als gevolg van die op zichzelf misschien toen begrijpelijke, maar achteraf ook toch eh, negatieve effecten hebben naar een kindpolitiek. Je mag daar nu net zoveel kinderen krijgen als je wil, maar nu hebben ze het afgeleerd om kinderen te krijgen. Ze weten helemaal niet meer hoe dat gaat. Dan moeten er eerst boeken verspreid worden hoe je dat precies moet doen. En nou ja, enzovoort, enzovoort. Ik geloof dat ze in Japan ook min of meer opgehouden zijn met zich voor te planten. Wat ja, zelf wel een hele curieuze ontwikkeling is. Uh, dus ja, zij, zij kijken ook op, natuurlijk naar, laten we zeggen, 2050. Laten we dat even als, als datum nemen. Bij ons gaat, zijn ook allerlei dingen tot 2050. Hè, van het gas af en alleen nog maar elektrische auto's, dat dan dat er al 2030 hè. Um, ja, dus zij, zij worden ook geconfronteerd door relatief grote problemen. Dus het is niet zo dat, dat zijn, dat wij er een grote puinzooi van hebben gemaakt. Laten we daar nog even de Tweede Wereldoorlog bij halen. Wat is in de Tweede Wereldoorlog gebleken? Dat na enige verwarring en, en, en nog wat poppenkast en zo, de democratieën veel alerter. En veel productiever gereageerd hebben op die immense uitdaging. dan de, dan de eh, laten we zeggen, dictatoriale systemen, met uitzondering van de Sovjet-Unie. Maar Duitsland heeft in feite eh, dat was een sterk gedecentraliseerde economie. En die hebben de zaak niet op tijd op de rails gekregen. Dus ik ben over de lange termijn gerekend zijn de democratische landen efficiënter. Eh, vooral omdat als je er zo op de eerste dag zit, en kijkt, denk je, wat een rommeltje is het toch? Eh. Hoe, wat, ...hoe kunnen ze hier nou iets voor elkaar zien te krijgen. Maar juist, als het een robbeltje is... Het, ...is er ook ruimte voor nieuwe impulsen, rare ideeën... ...waar je misschien in eerste instantie van zegt, wat moeten we ermee? Ja. Wat ontstaat dan vanzelf, omdat mensen iets bedenken... Ja. ...en daar komt een reactie op, et cetera. dat denk ik dus. Ja. Oké, okay. Poetin en China en de winterspelen, maar voor de rest... Maar, dan... we waren dat, allemaal hadden we dat gezegd... ...naar aanleiding van het feit dat je dus voor de GPS... Dat je het Shell Duizend Stratenboek had, wat overigens een waardeloos instrument was, een ontzettend slordig uitgewerkt idee, maar daar was niks anders dan dat, eh, moet ik zeggen. Eh, maar je had daardoor wel de noodzaak om enig idee te hebben van de topografie van Nederland. Ik gaf nou, het was het ook weer de kerkhofstraat in Uden, ik weet helemaal niet of dat een kerkhofstraat is, maar meestal is het wel een kerkhofstraat. In de meeste dorpen en steden. Want je natuurlijk de meeste dorpen en steden ook kerkhoven hebben. Ja, als laatste op een kerkhof. dat je ook denkt van. als ik één ding niet ga doen. is het me laten begraven op zo'n kerkhof. Wat verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Wat vind je daar verschrikkelijk aan? Ja, ik liep daartussen die zerken door. We waren op zoek naar het graf van Escher. de bekende eh, graficus. met die rare plaatjes, weet je wel. Water wat naar boven stroomt en zo. Figuurtjes die zowel naar beneden als naar boven lopen, nou, dat werk. Overigens ook andere leuke dingen. En hij lag daar in Baren op, een, op zichzelf, wel een attractief kerkhof en zo. Een vrij oud kerkhof ook, maar ik werd nerveus van al die, van al die stenen. Hè? Die ook na enige tijd gaan ze barstjes vertonen en zo. Dus ik dacht ook weer, laten ze we mij in godsnaam zo snel mogelijk opruimen. Als het afgelopen is. Een natuurbegraafplaats, die is wel. Uh, ja, leuk. dat schijnen mensen ook leuk te vinden. Hoef voor mij ook niet. Waarom zou je dat moeten doen? Hmm. Kijk, tenslotte zijn alle atomen, alle onderdelen waarvan we gemaakt zijn, zullen het weer op een of andere manier in het universum naar binnen gezogen worden, zijn daar nu ook deel van op een nogal georganiseerde manier. Maar sowieso moet je er maar niet druk maken over wat er met je gebeurt als je dood bent. Dus in die zin. Eigenlijk moet je ook dan de liberaliteit hebben om te kunnen zeggen als mijn familie het nou leuk vindt om elk jaar een geranium bij zo'n zerk te gaan zetten, why not? Maar voor mij hoeft het dus niet. Ik heb ook niet de officiële cijfers, maar je hoort toch wel steeds vaker dat mensen ja, zeggen... Ja, maar... als je wel voor iedereen met zo'n zerk zou moeten begraven, dan, dan, ja, dan is het al heel gauw overal zo vol. Ja. Je weet ook dat je, als je niet betaalt, dan word je ook na 15 jaar sowieso geruimd. Word je eraf gegooid, ja. 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 Maar waarom kiezen de mensen wel nog bewust voor? Is dat dan een plek nou ja, daarna Een plek van is? herinnering. Deur ja. de mémoire, zoals dat heet. Ja. ja. Een plek van herinnering. Ik zal maar zeggen, mijn oma, want ik ben meerdere malen met haar mee geweest, ging om de zoveel tijd, ik geloof een maand of drie, ging ze naar het graf van haar moeder. Hmm. En dan werd het een beetje... Dan gaat onze NRC-journalist weer. Oh ja. Tom Jan Meeuwis. Tom Jan, oké. Okay. Ja. Ja, heel leuk stuk vandaag. Ja, dat loopt voor. Hij loopt een we niet onaardige dat... illustratie erbij vandaag. Ah, oké, okay. ik heb hem nog niet gezien, maar hij loopt, op zaterdag loopt hij er altijd voorbij. Leuk. En op andere dagen misschien ook ja, wel. Ja, zeker. Want daarachter ergens in uh, wat ja. de trein Weer. Sorry, focus weer. Je was het vertellen over de gaten. Focus, ja. Je oma. Ja, dus één keer per drie maanden ging ze daar naar het. Uh, wat hoe heette dat ook weer? Nou ja, dat, dat dorp. En dan weten we. En dan ging ze naar het graf van de, van de moeder en dan uh, zetten ze een nieuw plantje neer. En dan werd een beetje gewiet en ja, ze zorgden dat het, dat het er goed uitzag. En je begrijpt ik dat sinds mijn eigen oma dood is, die is volgens mij wel gecremeerd. Er is daar nooit meer iemand geweest bij de graf. die is trouwens ja, een dorpskerk of dus misschien is het er nog wel, dat weet ik niet precies. Het ja. is mijn overgrootmoeder natuurlijk. Ja. En, en het koningshuis wordt sowieso nooit gecremeerd, hè? Die gaan altijd in die tombe in Delft? Nee, die is vol. Maar dus oh, die is vol? De, ja, die is vol. Oh, dat, moet, wat gaan ze daar dan aan doen? Geen idee of die vergroot gaat worden. Kunnen ze die in een eentje opruimen? Of dat ze een, een, speciaal, een speciaal hokje ergens gaan bouwen. Ik heb geen flauw idee. Maar Delft is vol. Mm. Of, een, of een dubbel. Volgens mij was het met, met Benno was het vol. Ja. Sowieso ja. dat Benno natuurlijk ook al wat meer ruimte nodig had. Ja. Maar kunnen ze in de sacristie die ze inrichten? Of zo, waar ze... Ik heb geen idee, maar in mijn herinnering is het vol. Okay. Misschien hebben wij er, luisteraars ja, sorry dat de focus hier weer volledig zoek is, maar we hebben het nu even over de grafkelder van Oranjes. Dus als Beatrix doodgaat, dan is er geen plek ze, voor Je weet waarom ze in Delft liggen. Nee. Omdat de hele familie, eigenlijk van voor Willem de Zwijger, die ligt in Breda. Prachtige kerk in Breda, echt prachtig. En uh, ook met, met monumenten. Maar Breda was in Spaanse handen toen, uh, oh, ja. Ja. toen Willem van Oranje vermoord is. En dus toen zijn ze overgeswitcht naar, overgestapt naar Delft. Maar het dus nu vol is. Maar, maar ja, het is nu vol. Zeg dat begrijp je ook wel. Sinds 1584 hebben ze ze daar neergelegd. Ja, maar als Beatrix dus nu de gaat In de Nieuwe Kerk. Misschien dat er een ruimte nog is in de Oude Kerk. Ja, dat ja, weet dat ik zou niet. kunnen. Ja, ja, nou. Hebben we ook een paar hele leuke grafmonumenten. En als Trump komt te overlijden, denk je dat hij zich laat cremeren? Of dat er een immens graf komt dan, ten aangenachte? Ja, ik denk dat er een immens graf komt met, 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 ja, met, met die, met die kermisornamentiek waar hij zo opgesteld <sus> ja, is. Ja, ja. Het is een man van een verbijsterende smakeloosheid, zoals je weet. Ik heb vast wel eens plaatjes gezien van Trump betouwen ja, van dat appartement Ik van ben er een keer in geweest, geweest in New York. Ja, dat is echt een en al goud en, en dat is gewoon een attractie aan uh, zich voor mensen. Maar dus, ja, nou ja, vooral dat goud. het is natuurlijk allemaal. Het is niet allemaal. Goud. Ah, nou. goed. Waar waren we gebleven? We zijn nog steeds eigenlijk bij het onderwerp, namelijk uh, dingen die in feite vergeten zijn. Ja. En de vraag is welke keuze maken we nu? Want dan moet ik ook een beetje, een beetje moet ook, sommige luisteraars zijn misschien niet zo geïnteresseerd in sommige dingen die ik belangrijk vind. Maar die misschien de luisteraars niet zo belangrijk Zoals vinden. Zoals postzegels. Ja, postzegels. Die hebben natuurlijk een, een heel treurig lot ondergaan in de afgelopen jaren, maar is een speciaal overigens niet in het boek. Wist je dat, dat, we hebben daar een aflevering over gemaakt. Dat is de minst beluisterde aflevering ooit. <laughs> ja, echt waar. Echt <laughs> waar. Ja. ja. Ha. Die heeft ook als titel postzegels, maar ik denk dat net. Dat. dat vind ik niet interessant. Dus we hebben ja. nu eigenlijk keus tussen... Op zichzelf is ook in dat boek Extinct dus een heel hoofdstuk gewijd aan de asbak. Dat vond ik zelf natuurlijk enorm interessant. Ik was zelf jarenlang was ik een vervente roker. Al nou, rook ik nu al 22 jaar niet meer, maar toch, ik ben jarenlang een vervente roker geweest. En op zichzelf vond ik dat hele idee van de jaar van het roken... Want er hoorden natuurlijk van alles bij bij het roken. Hè? Dat leek me een mooi onderwerp. Maar wat ik praktisch even interessant vind, maar ja, daar ben ik bang dat een deel van de luisteraars af zal haken, dat is namelijk het, het passagiersvervoer per vliegtuig over lange afstanden. Omdat daar eigenlijk in de jaren 20, 30, 40 aanvankelijk heel andere keuzes zijn gemaakt die we daarna hebben gemaakt. He? Dus dat kunnen we ook doen. Ja, kies maar iets, ik vind alle twee leuk. Alle twee leuk, oké. Okay. Maar doe dan maar één, dan doen we de, die andere de volgende week. Zullen we dan toch maar met de asbak Ja, dat brengen? is goed. Met, met de aantekening natuurlijk dat er nog steeds een kwart geloof ik... of iets minder dan een kwart van de volwassen bevolking rookt nog. Maar de roker is toch een paar jaar geworden. He? Het is toch zo'n groepje wat, wat in de, op zo'n novemberavond in de regent bij elkaar schuilt... Eh, in een steegje naast het café ja. en daar nog even zo vlug, ook, ook niet, niet leuk, rustig, relaxed roken, maar even flink aan zo'n ja. zo sigaretje. Een zo jonge Remkesachtig type heb ik dan voor me. <laughs> ja, die rolt nog. Hè? Ook interessant, omdat de sigaret begonnen is als, als een gerolte ding. Heb ik gelezen, namelijk in de Krim-oorlog. Niet waar, daar euh, rookten de Turken sigaretten. Een klein beetje tabak in een stukje, stukje krantenpapier overschrold. En dat is overgenomen door de Fransen en de Engelsen. die ook bij de Krim-oorlog waren betrokken. Die ook tenslotte door Rusland verloren is. Uh, dus dat, daar, omdat natuurlijk afhankelijk dit tabak komt uit Amerika. Hè, zonder Columbus zouden we geen tabak hebben. en allerlei andere dingen niet. Moet misschien ook zo hebben. Uh, want dat is hoogst interessant natuurlijk. dat we, ja, dat we eigenlijk twee totaal nieuwe, reusachtige continenten ontdekt hebben. Waar, de, waar ze vrijwel de hele bevolking spontaan doodgingen. omdat ze onze bacillen niet konden verdragen. Maar goed, tabak komt natuurlijk uit Amerika. Uit, ik neem aan, Noord- en Zuid-Amerika. En aanvankelijk werd dat gerookt in pijpen of op een andere manier, of pruimtebak of nou, dat soort van dingen. De sigaret is eigenlijk een relatief recente ontwikkeling. Maar dan tenslotte ook wel een bijzonder populair ontwikkeling. He, kijk naar films van de jaren 40 en 50. Nou, je denkt, hoe is het gods mogelijk? He, ze hebben nog geen pap gezegd of ze hebben al twee sigaretten weggewerkt. En meestal ook een flink glas whisky gedronken, dat is. Een man in een film in de jaren 50, die, dat is een fervente roker hè, uh, en, en meestal ook een, een betrekkelijk actieve, actief, actieve drinker. <coughs> en bij dat roken natuurlijk hoorde een hele wereld van poppenkast, namelijk de asbak, dat is het hoofdonderwerp en dat is een feit, natuurlijk, je had vroeger bijvoorbeeld van die asbakken op een staander en dan had je natuurlijk asbakken met reclame. Ik begreep dat sommige asbakken. Er waren uh, asbakken met reclame. die zo elegant gevormd waren of zo leuk. dat ze bij de tienduizenden gejat werden. Oh ja? Dus ja? er waren populaire cafés waar. Ik, ik geloof elk jaar tienduizend asbakken gejat werden. Nou, is natuurlijk jatten bij. in openbare gelegenheden. ja, ik heb me daar nooit schuldig aan gemaakt. Maar dat schijnt. neem bijvoorbeeld de afstandsbediening van, van televisies. die schijnen op grote schaal gestolen te worden. Waarom neem je die dan mee die, als je ergens bij een hotel bent of zo? Ja, ja precies. Oh ja? Wat heb je dan in Amerika een... heb je mensen die ook de lakens en de dekens en de hele bliksemse boel meenemen. Ja, dus ook, ook wat kun je nog meer verzinnen op zo'n hotelkamer. Sterker nog, nu hangen ze daar vaak in Amerika van die, van die badjassen op. Waarop staat dat je ze mee mag nemen? Omdat ze anders toch meegenomen ja. worden. Dus dan kunnen ze wat en die beter... zeepjes die er staan. En of, de, of de hotelbar die meegenomen wordt. Ja. Ja, Hoewel daar meestal tegenwoordig elektronische systemen in zitten. Dus je afrekent dan. dan en, en je hebt dat, dat het verrekte ijskastje. met die, al die dingen die jij helemaal niet wil dat je. Ja. Hè, of juist ja, zo'n zakje pinda's heb je, het heb je toch ja. geopend. te blijven een 7,50 te kosten of zo. Maar goed, de paraphernalia van het roken. Want dat is natuurlijk een hoogst interessante zaak. Ja. En je hebt ook sigarettenmerken die in de mode waren. of niet in de mode waren. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang Peter Stuyvesant gerookt, omdat mijn eerste vriendin rookte Peter Stuyvesant. En omdat zij goed bekast was en ik helemaal niet, ben ik onmiddellijk opgehouden met het rollen van sigaretten. Want ik rolde winnertabak, heette dat. dat is een vrij lichte tabak. En Ik vind nog steeds gerolde sigaretten ongekend smerig. Ja, mijn broer rolt, maar ik uh, en mijn zuster rolden ook. Misschien kan ik dit thema ook zonder al te grote geestelijke verwarring aansnijden. Omdat zelfs mijn zuster opgehouden is met roken. Nou, dat, dat is. Die zag het roken echt als een statement. Ik ben opstandig. Ik ben een revolutionair. Ik verklooi met in vrije wil mijn eigen gezondheid. Dat was mijn zuster. Ten voeten uit. Maar tenslotte, als ze de gezondheid zo verklooit dat ze toch gestopt is. Nee. we hebben nog zes kaartjes voor uh, 21 februari. Want er zijn zes mensen die zijn of op wintersport, dus die kunnen niet. Of die konden het niet verplaatsen. Ah, dus, uh, liever op de wintersport dan naar onze podcast luisteren. Dat zijn sowieso mensen die je kunt missen als <laughs> kiespijn. Dus je kunt uh, in het linkje klikken of op het linkje in de beschrijving. En dan kun je nog, uh, ja, als je snel bent, een kaartje krijgen. Anders is... Zes kaartjes is niet veel. Nee, maar dat is dus omdat het is door COVID is het verplaatst. En dan waren mensen die zeiden, ja sorry, maar dat kan ik niet. Dan hebben we altijd nog 5 april. Uh, als je ook 21 februari niet kunt. Dus, uh, Oké. Okay. En daar, volgens mij waren er 150 kaartjes tot nu toe. En het verkocht. was toch naar de grote zaal verplaatst? Ja, vanwege de afstand. Oké. Okay. Tenzij 15 februari natuurlijk wordt gezegd dat die afstand eraf gaat. Dan, uh, dat zou me niet verbazen, maar ik heb toch de indruk dat bij al zijn, zijn daadkrachten voordat hij minister werd, dat zijn daadkrachten, ik bedoel de minister van... Uh, Kuipers, ja. Kuipers zijn daadkracht toch sterk afgeremd wordt door dat hij in een kabinet zit, met een kamer moet praten, ambtenaren heeft, die zeggen hé hey Kuipers, dat, dat hebben wij eigenlijk afgesproken. Niet. Nou ja, woord. het valt niet mee om minister te zijn. Nee, we gaan het zien, uh, maar je kunt je in ieder geval melden. Dat is godsvergeten kloteland. land.